En ik denk elke maar, goh, maar dan moet ik weer naar Whitney, mijn Botox-specialist. Ja, ben je van de Botox? Ja, oh, ik heb heel veel laten doen. Ja, echt? Oh, wat heb je allemaal gedaan dan? Die mag je altijd wakker bellen. Tom Hardy, hè, zei ja. Nou, het stomme is, ik heb hem dus ontmoet. En we hadden voor de Grammys, zoals een afterparty. En ik loop naar de lift. En ik sta op de lift te wachten. En ik sta er met een paar andere meiden. En die lift gaat open. Nee. En Tom Hardy staat erin. Niet! Dus ik ook echt letterlijk. Echt, en het duurde, in mijn hoofd was het echt een half uur. Heel lang, ja. En ik zat echt zo. Hallo, maar zei je iets? Maar hij kwam dus naar me toe. En die mensen, ik stond echt een beetje bevroren. Zijn heel stom, maar ik stond echt een beetje. Oh my god. En hun waren er dus allemaal in. Maar die deur van die lift deed raar. Weet je wat hij doet? Nee. Hij doet voor mij, houdt hij zo de lift tegen, dat ik netjes naar binnen kan. Thank you. Thank you. En je gaat. En toen zei hij, you're welcome, love. Punt. Was dit het? Nou, je kon me opvegen, hoor. Ja, maar natte vloer. Hè, maar hoe? Natte vloer? Natte vloer. Oh ja, zou je er ruzietje voor over hebben thuis? Ja hoor. Sorry Rick. Ja, dat begrijp ik. God. Ja, maar dat hij ook nog zei, ja, there you go love. En toen dacht ik, oh, maar had je later niet bedacht van, oh fuck, ik had dit en dat moeten zeggen. Ja, nou in die lift al dacht ik, ik moet terug. Ja, ik moet terug. Ik moet terug. Ja, maar hij denkt nee, ook, klaar. Heb je er. Maar besef je ook, want jij hebt dat bij hem, dat jij dat voor, nou ja, sowieso voor 8 miljoen mensen ook hebt. Dat mensen als mensen. Nou, ik denk niet zo intens als bij Tom Hardy, hoor. Ik denk dat je daar heel erg in vergist. Ik denk dat echt gillen mee. Ik heb een filmpje gezien dat je aankomt ergens in Azië. Dat is in Hongkong. Canada, dat mensen. Nou ja, Canada, Azië, weet je wel. Het is allemaal. Eigenlijk is één wereld. Maar in principe, dat als je kwam aan en daar stonden gewoon hoeveel mensen? Nou, heel veel mensen. Ja. Jou gewoon te gillen. Echt maar hysterisch gillen. Ja. Hoe ga je daarmee om? Rustig blijven doorlopen. Maar dat vind ik zo knap. Want je zegt dat, ja, ik was op de Grammys. Ja, schat, ik ben niet veel verder gekomen dan. Nou, televisiergala. Dat televisie is wel heel leuk. Is wel leuk, ja. Ik ben nog nooit uitgenodigd. Zo, dit is één. Maar ja, schat, je mist er precies helemaal niks aan. Oké. Nee, schat. Nou, dat is wel het leuk. Ik heb dus nu de luxe dat ik dingetjes mag kiezen wat ik wel en niet wil doen. En. Mijn focus is natuurlijk altijd Amerika geweest. En Nederland, hè, daar kom ik dan wel vandaan, maar dat was nooit mijn focus. En ik vind het nu wel leuk. Ik ben nu steeds iets meer dingen in Nederland aan het doen. Ik heb bijvoorbeeld de Big Escape gedaan. Ja, super tof. Waanzinnig programma. Echt, dat is het eerste echte programma waar ik aan heb meegedaan. Ja, en wanneer komt het op tv? Volgende week begint het. Oh, het is al even. Het is al bezig. En. Het was voor mij heel moeilijk om, zeg maar, want ik doe alles zelf. Dus het was heel moeilijk om dingen, zeg maar, los te laten. Je hebt geen manager? Nee. Dat doe je echt zelf? Ja. Wauw, dat is echt heel moeilijk, want er komen een miljoen dingen op je pad. Ja. Maar hoe doe je dat? Want je hebt ook, jouw imago is natuurlijk make-up, hè? Hoe doe je dat dan in zo'n programma? Ik had elke aflevering een ander lookje. Ja, echt waar? Toch? Ja, ga je dan toch helemaal ook? Ja, nee. Hoe lang ben je juist. Want hoe lang ben je dan met zo'n look bezig? We moesten vaak rond 7 uur present zijn. En ik stond al rond 5:30 op. Ja, echt. Maar dat is overgave. Dat vind ik zo te gek. Ja, en op een gegeven moment dacht ik, nou, ik hoop dat ik het morgen uitleg. Want nou kan ik niet meer. Nu is make-up doosje op. Hoe lang ben je nu even hier in Nederland? 2 weken. En dan ga je weer naar? L.A. L.A. Oh. En dan heb je een huis ook? Dan huur je gewoon. Nee, of zit gewoon je in een hotel. Oh, lekker. Ja. Ik zou mezelf echt wel knijpen. Ja, ik heb een blauwe arm, hoor. Ja, echt, hè? Oh, je hebt ook tatoeages. Hoeveel tatoeages heb je? Oh, wel een paar. Wat staat hier? Never give up. Dat heel was mijn eerste. Ja, wat mooi. Don't waste your life hiding. Ik heb hier een. Want? Waarom staat dat daar? Omdat ik heel onzeker was en nooit mezelf echt durfde. Ik was zo onzeker. Ja. Hoe bizar, dus bijna niet te schakelen dat je zo onzeker bent. Werd je gepest? Ja. Want? Omdat je lang was? Ja. Ik probeer me daar ook altijd heel erg voor in te zetten voor kinderen die gepest worden. Dat is zo niet nodig. En ik weet dat het bij kinderen dat gebeurt eenmaal. En dat zal altijd blijven gebeuren. Ja, ja. En daar kan je aan doen wat je wilt, maar dat blijft zo. Maar ik vind het zo
belangrijk dat de kinderen, hoe vaak hoor je het niet, de kinderen die gepest worden, die zijn hier en ja, de populaire precies. mensen die zijn daar. Ja. Echt, als je dit kijkt en je bent onzeker, there's a way out. Ja, check even. Ja, echt. Nee, maar niet zo van ja, echt, maar... Nee, maar er zit wel. Ik ben vroeger ook gepest en kijk even van de successtory, ik ben alleen al. Ja. Dus er zit hier de partij successtories. Die vroeger gepest zijn. Ja. Ik was dik. En ook jij mag dan bij 106 stop van wat gemeen doen. Nee, vertel. Wat ben jij eigenlijk een naaste kreet, Nicky? Nu van denkt je. Iedereen dat ik vroeger echt een hele nare... Nee, zo was het niet. Ik weet niet eens meer, maar volgens mij was het iets van... Hi Fred! Hallo. Geitwijf. Nou, voor welk eten mag je wakker maken? En toen zei jij? Chocola, maar carpaccio ook. Chocola? Wat voor chocola? Maltesers. Maltesers? Dat is echt mijn dood. Oh, echt, als ik ooit in mijn kist lig, mag je die zak bij me... Nee, heb je die? Nee. Nee. Toch? Want uit zeer betrouwbare bron, zei oh, jij. Oh, maar die ook! Tony Chocoloni. Oh, kom hier. Dus nee, nu mag je niet, want je zit met Maltesers. Hoe lekker, oh, hè? Dit is zo lekker. Oh, wat heb je allemaal. Net een stukje. Ja, oh, ja. Ja, dacht ik, oh, je nooit zo'n vraag. Oh. Oh, dit vind ik zo... Oh, ja, hier maar Maltesers vind ik ook lekker. Die heb ik ook 10 van in mijn koelkast liggen op het moment. Erg, hè? Maar ben je heel erg bezig met gezond eten, met sporten? Nou, moet wel, hoor. Maar? God, ik zag mezelf voor het eerste keer bij RTL Boulevard. Toen dacht ik ook van, meid. Water stroomt nu in mijn mond. Bij mij in alle hoeken en gaten. Oh, lekker. Bij al je hoeken en gaten? Hij knettert, hè? Hoor je het? Oh, lekker, hè? Wacht even. Een beetje ASMR moet je tikken. Oh. Oh, nou stop het interview maar, hoor. We gaan die reep opeten hier. Is dit lekker? Maar hoe absurd lekker is dit? Kunnen we nog één stukje doen? Oh, lekker. En jullie ook? Goed zo, want niemand krijgt iets. Mooi, zag ik het leukste interview tot nu toe, dit hoor. Ja, 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 begrijp ik. Ik ook. Oh, ik vind het ook leuk. Mm. Ik ben verliefd op je, echt gescheerd. Kijk je tv in bed? Ja, maar ik kijk heel veel dingen terug. En zoals wat? Wat kijk je, wat wil je terugkijken? Ik ben een groot fan van Wie is de Mol. Oh, echt? Dat vind ik fantastisch. Dus als ze nu kijken en ze willen je hebben, dan zeg je meteen ja. Oeh, maar dat... Waarschijnlijk uiteindelijk wel, maar... Ben je wel echt heel lang uit de roer? Ja, en ik vind het heel eng. Hoezo eng? Nou, ik heb dus de escape gedaan. En daar was ik al een paar weken van huis. En dan is het dus gewoon heel zwaar dat je geen telefoon hebt. Ja, maar ik zou eerlijk... Echt? Ik ben ook gevraagd voor Expeditie. Ja. Nou, schat, ik... Nee, never, nooit, niet. Ik nee, Expeditie, programma. Ik vind echt waanzinnig. Maar je moet me echt niet... Nee, schat, als ik gewoon al 2 dagen mijn tanden niet kan poetsen... Nou, dan heb je echt... Dan word ik echt heel naar. Ja. Je hebt me naar meegemaakt bij 106 Stop Morgen, maar dan word ik echt heel nou, zuur. Nou, je was niet naar. Dank je, dit gaat erin. Punt, en de rest niet. Maar dat ik kan niet meer zonder mijn telefoon. Dan zeggen mensen, ja, het is verslaving. Je moet gewoon een keer in een week dat lang je telefoon het. Wegdoen. Nou, waarom? Ik moet wel zeggen, toen ik klaar was met het programma, toen voelde ik me wel een soort van... Ja, maar het is ook je... Ja, dat begrijp ik wel. Want er zit een druk. Ja. Ben je niet heel erg bang dat je op een gegeven moment over 2 jaar een burn-out krijgt van Jericho? Ja, volgens mij heb ik daar al een keer bijna tegen aangelopen. Ja. Ja, want wat merk nou, je dan? Nou, op een gegeven moment... Hè, er komt heel veel, komen heel veel aanvragen binnen en je wilt alles doen, want alles is leuk en alles is super. Maar op een gegeven moment ga je gewoon jezelf voorbij. Ja. En dan het eerste wat gaat leiden zijn je video's, want je bent jezelf niet. Want je gaat je video's vermoeid doen. Ja. Dus je kijkers gaan het merken. Daardoor raak je weer gefrustreerd, waardoor je in een nog ergere, waardoor je eigenlijk nog lager zakt. Ja, dan, en ik ben ook echt een... Waarover piek je dan? Ik piek er over dit soort dingen. Dat ik denk van, nou, misschien is het over 2 jaar zo helemaal uitgebrand en is klaar. Wat doe ik dan? En ben ik dan nog iets? Of doe ik dan nog iets? Ja, ben je heel bang? Ben je bang om een succes kwijt te raken? Ja. Oh, dat vind ik wel heel mooi, eerlijk. Heel veel mensen die vinden dat een hele moeilijke vraag. Maar ik wil doodeng. Ja? Ja, doodeng.
En ik heb voor mezelf ook wel bepaalde uitwegen gepland of stel dat. Maar nou, ik vind het altijd heel eng. Dus daar kan ik echt uren over piekeren. Ik piek over de dood. Ja, echt waar? Ja. Waarom? Ik vind dood zo eng. Nou, het is ook zo definitief ook. Ik vind heel... En dan kan ik echt... Dat is echt heel stom. Dan kan ik uren... Maar dan... Weet je wel, nu ben je hier. En je voelt iets. Maar als je dan... Dat, ja, je kan, niks je kan er niet meer. Bij. Je kan er niet bij. Niks meer. En dan denk ik altijd, ja, maar... Dan heb ik als alles voor niks geweest. Kan toch niet zomaar niks meer zijn? Kijk, als je slaapt, dan heb je nog iets. Want dan heb je dromen. Ja, en dan snap je wel, dus je gaat wel de tijd door. Maar je hebt iets. En ik kan me niet voorstellen dat zodra je sterft, dat weg. Maar denk je dan niet dat je dan op dat moment zegt, nou, oké, je lichaam is weg. Ja. En dat je dan... ergens anders opstijgen. Daar geloof ik wel in. Ik geloof wel in. De reïncarnatie. Daar geloof ik heel erg in. Ik denk ook echt niet dat het zomaar klaar is. Maar ik kan daar dus uren in bed ook denken van... Oh, wat heftig. Want dat zijn toch echt wel dingen waar je eigenlijk niet zo heel druk om maakt. Want dat gebeurt toch. Ja. We en gaan toch allemaal vind ik dat doodeng. Doodeng. Ik vind ouder worden ook heel eng. Ja? Ja. Dat heb ik eigenlijk ook wel. Eerlijk, als, ja, ik vind het ook wel eng. Omdat ik zo jong ben begonnen. Ja. Ik vind het heel eng. Ja, maar ook weer leuk, maar ook weer doodeng. En ik denk elke maar, goh, maar dan moet ik weer naar weet niet mijn botox specialist. Ja, ben je van de botox? Ja, oh, ik heb heel veel laten doen. Ja, echt? Oh, wat heb je allemaal gedaan dan? Oh, dat weet niemand. Nou, nu dus. Nee, er kijkt helemaal niemand naar mijn YouTube, dus dat is prima, dat is makkelijk. Vertel, wat heb je allemaal gedaan? En dan wil ik ook heel eerlijk. Ja, vertel ik ook wat ik allemaal gedaan heb. Totale honesty. Ja. Botox hier, hier. Bij de wenkbrauw met de liften. In mijn kaak, omdat ik s'nachts... Botox in je kaak? Ja. Oké, ja, knarst. Omdat, ja, precies. Ja. Lippen. Ja. Wangen. Veel. Even denken. Fillers in je wang? Ja. Hier, ja, ja, ja. Hier. Ja. Veel in mijn kin, want ik had zo'n kontkin. Kontkin, ja. Onder mijn ogen, filler. Oh, een tipje van mijn neusfiller. Echt? Ja. We tellen mee. Ja, is goed. Meer? Oh ja, hier nog botox voor de bunny lines. Over de bunny lines? Ja. Wat? Oh, en hier. Oh, het is mijn favoriet. Hier. Om je mond Oh, omhoog. Te ja. Herken ik hoor. Ik doe het allemaal niet. Mm-hmm. Ik laat nooit aan mezelf doen. Mm-hmm. Dat vind ik echt gewoon onzin. Want ik hou van heel gracieus ouder worden. Dus ik vind... Nee, onzin. Ik heb ook... Ik dacht nee, schat, hou op. Oké, ik moet ook dan een botox. Botox gewoon. Ja. Baby botox. Alle soorten botox doe ik. Mm-hmm. Annemarie, je bent een topper. Dankjewel. Van Rosmalen. De allerbeste arts die er is. Ik heb vorig jaar een ooglift laten doen. Ja, hoe was dat? Nou schat, ik heb er 3 weekendtassen van kunnen maken wat eruit is gehaald, geloof me. En een toilettasje. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb fillers hier. Ik heb fillers hier, want als je ouder wordt heb je een botvlies. Ja, ja. Ik heb een kaak laten zetten, inderdaad, met de filler. Oh. Ik had zo'n kont kaak, ik had alles als kont hier. En ik had ook een kont kin, dus ik heb ook een kinnetje erin laten zetten. Ja, ja. Ik spuit mijn neus wat recht, want ik heb nog eens een knop op mijn neus. Verder doe ik eigenlijk heel weinig. Dat is ja, fuck it! Alleen het nodige. Ja, maar ik vind het wel tof dat je er eerlijk over bent. Want iedereen doet altijd zo spastisch over. Je gaat ook naar de sportschool. Nou ja, ik dan niet, maar... Nee, maar het is allemaal zo lekker belangrijk ook. Ja. Echt. En tuurlijk, hè, je bent jong en waarom zou je maar... Nee, maar schat, waarom niet? Als je denkt, dat wordt er beter van. Als jij denkt dat jij er beter, knapper van wordt, moet je het gewoon doen. Nou, geloof me. Nou, ik vind dat je er echt fantastisch uitziet. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind lippen heel vaak moeilijk. Omdat ik denk, maar ik zit er natuurlijk heel de tijd naast. Ik zit heel de tijd te kijken. Ik vind het echt, ze krullen zo heel mooi op. Ik heb mijn lippen trouwens ook laten doen. Maar dat mag ik helemaal niet. Mag ik eigenlijk niet van Annemarie zeggen. Oh. Omdat zij dat niet wilde bij mij. Ik wilde gelijk, ik had een beetje zo'n leeggelopen. En ik doe ook inderdaad dit. Want ik heb nu... Oh, het is zo leuk. Ja, maar ik merk, en dat heb je gelijk resultaat van. Ja. Oh, mensen vinden het heel vervelend nu. Maar ik heb zo'n... En als ze dan opspuiten, is voor de joker. Dan heb je even zo'n helemaal... Ja, maar voor de rest doen we eigenlijk heel weinig. Heel weinig. Nou, wat ligt er in je nachtkastje? Make-up en verzorging. En een fles water. Heel veel water drinken mensen. Ja, dat is alle. Dat zegt Alderie. Fred, wat is in en uit? Weet je, wat is in uit de mode? Zeg ik, schat, wat in de mode is water drinken. Altijd. Water, 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 water. Daar word je heel knap van. Ja. En verder, naast die water, make-up en verzorging? Lippenbalsem, een gebitje voor mijn knarsen. Een gebitje? Oh, heb je ook net tanden ook? Ja, ik heb ook nog eens net tanden. Ja, maar vernieuwd. Facings. Ja, ik ook.
Dat zijn we erg. Ja, maar bij jou is het zeker heel ander gesprek geweest met Sonja Bakker. Nee, ze ziet er ook heel goed uit. Ja. Oh, ik heb Sonja echt vervloekt toen ik klein was. Oh, waarom? Omdat mijn moeder zei, oh ja, je moet ook Sonja Bakker. Je moet ook een eierkoek. En ze is heel leuk. Ik moet even mijn voeten. Oh, buitenboord. Ik ook bloedheet heb ik het. Kanonnen. Ik zit ook helemaal zo. Oef. Oh, veel beter dit. Oh ja, heerlijk zo. Ik ben er ook weer. Piept of kraakt je bed? Het is heel stil, mijn bed. Ja, mag ik wel hopen voor het geld. Dit zit wel fijn, hè? Dit is lekker, hè? Heerlijk. Piept ook niet. Piept niet, hè? Nou, hè? Zullen we even... Ja? Oh ja, kijk die. Oh, die poppetjes in je ogen. Oh, ik word een beetje bang ervan. Maar ja. Mag ik dan boven? Hé, maar luister, je zei net dat je wel eens piekert, dat het misschien fout kan gaan. Ja. En dat je uitwegen hebt. Maar wat is dan bijvoorbeeld een uitweg die je hebt? Voor als het make-up en alles YouTube niet meer lukt? Ik vind fotografie echt waanzinnig. Ik vind nabewerking. Fantastisch. Daar kan ik uren mee bezig zijn. Ik ook. Dat doe ik nu ook hoor. Ik doe het wel eens gewoon als ik moet wachten. Zit ik gewoon een foto van een random iemand waarvan ik denk, nou meidje, oh, het tanden kan nu wel iets witter. En dan flikker ik er gewoon witte tanden in. En maak ik heb zoals Beatrix helemaal tinten gemaakt. Oh, die doe je zo leuk ook. Oh, Beatrix. Maar... Lieve mensen! Alle leden van de Staten-Generaal, trek ze nog even hier. Ik lig hier dus heerlijk met... Nicky Tutorials op bed. Nou, dat kan niet. Dat moet een gezichtje bij. Dat is gekkig. Maar oké, fotografie. Ja, ja. Te gek. Fotografie, eigen make-up lijn. Ja. Als toch iemand weet waar een goede make-up aan moet voldoen, dan ben jij het wel. Slaap je met of zonder make-up? En dat was eigenlijk heel... Zonder. Ja, dat is echt heel belangrijk. Dat is echt... Erger kan bijna niet. Nee, hè? Al ben je nog zo bezopen, zo ver van de wereld af... Ik ben er geweest. Ja, ben je wel? Ja? Wanneer was het laatst verzopen? Een paar weken geleden. Ja, waar was je? New York. Ik had een feestje met een make-up merk. En het ding was, ik was heel laat. Dus eigenlijk was iedereen al weg. Dus eigenlijk alleen de harde kern was er nog, zeg top. Maar. Nou, en ik kwam er net aan. En shortje hier, shortje daar. Oh, en dit is... Oh, dan ga ik het echt... Dan ben ik bijna bezopen aan het sponten. Heerlijk, kom erop. Dit was zo'n aparte... dronkenschap. Dit was net. Ik was er en ik maakte het allemaal mee. Maar het leek ook alsof ik het in mijn bed aan het dromen was. Ken je die? Oh ja, maar dan ben je echt wel net over het randje gegaan. Nee, maar dit was. En dat had ik nog nooit zo meegemaakt. Dan stond ik er en ik was, als je tegen me praatte, super helder. En ik hoorde je en ik zag je en ik had super goed gesprek. Maar ik had wel zo'n gevoel dat alsof ik in mijn bed zo, oh ja, toch gebeurde er dit, dat. En dat was zo gek. Want ook toen de club dichtging, toen zei ook die man die iedereen uitwerkt, zeg maar, daar deed ik een praatje mee. En hij zei, wow, je bent echt de enige nuchter. En toen dacht ik, meid. Meid, koekoek, heb je even scherp. Je moest eens weten. Oh, wat heerlijk. Ja. Wat voor shotjes drink je dan? In Amerika hebben ze Tito's vodka. Tito's? Tito's. Dat is zo lekker. Dus daar hadden je ook voor wakker kunnen maken? Nee. Chocola is lekker. Maar die Tony. Ja, echt. Hè? Ik heb soms wel het idee dat je heel erg, vooral in Nederland, heb ik het echt over Nederland, ondergewaardeerd wordt. Weet je, ik zie jou wel eens op tv en dan jij bent heel vaak op tv te zien en dan gaat het altijd over een ander. Ja. Hè? Dus je wordt uitgenodigd om te praten over, omdat je Kim Kardashian hebt opgepakt. Terwijl ik denk, hallo... Ja. Er zit daar een brok energie en een brok knowledge. Er zit zoveel knowledge hier, dus gebruik dat dan. En dat soms denk je van, zo, hallo, serieus, oké, leuk, je hebt Kim Kardashian gedaan. Vind ik ook fantastisch, eerlijk. Ja. Maar ik wil alles over jou weten. En vind je dat niet frustrerend soms? Dat je denkt, ik ben het wel gewend hier. Ja. Het is toch een Nederland. Wat ik doe, is voor Nederlandse begrippen... te veel en doe maar normaal en doe maar op. En je hoeft maar een random Facebookpagina waar ik op sta te openen en dan staat er waar is het gamma blikken grondverf heen, weet je wel. Oh, godverdomme. Allemaal dat soort opmerkingen. En dat is prima, want zo steekt Nederland nou eenmaal in elkaar. Maar ga dan ook niet klagen dat ik mijn focus hier niet leg. Nee, precies. Snap je? Nee, eens. Waarover ging je laatste dromen? Toen zei je over mij. Ja! Niet. Ja, dat heb ik heel vaak als ik de volgende dag iets moet doen. Oh, dat is niet heel bijzonder. Je hebt ook over Kim Kardashian gedroomd. Ik dacht, nou, je gaat nu echt een verhaal vertellen dat je over mij hebt gedroomd. Nee, ik had gewoon over jou gedroomd, over vandaag. En hoe zag ik eruit in je droom?
Je had een jasje aan. Gelukkig. Oh, ik ben blij dat ik geen zwembroek aan had. En je had geel aan. Geel? Ja. Oké. Okay. Ik heb niks geels. Wat betekent de kleur geel in je droom? Zoek eens op. Nou, gele roos betekent haat. Au. Wat betekent geel in een droom? Oh, Jezus. De kleuren droom. Bij geel denken mensen nog al eens aan verraad en jaloezie. Maar in onze droom is geel vaak een positieve kleur. Oh, kijk, kijk, kijk. Geel in de middeleeuwen. De keizer draagt geel. Dank je. mensen die zichzelf niet zo laten durven. Geel in de zon. Geel kan ook staan voor lente of nieuwe periode. Ah, kijk, nieuwe periode. Ik ben de nieuwe periode in jouw leven. Ja. Nou, lieve schat, je foto's, als je iets post of filmpjes, lees je alle comments. Dat is natuurlijk niet te doen bijna, maar... Nou, bij een video de eerste paar uur dat ik meelees. Want in de eerste paar uur dan zie je toch wel hoe die wordt ontvangen. Ja. Instagram ook wel af en toe, maar bijna niet te niet doen. Te doen. Nee. Want als er iets, wordt er vaak iets negatiefs geschreven onder je foto's? Ik denk het niet. Nee, want je hebt een hele leuke feature op Instagram dat je bepaalde woorden kan blokken. Ja, lekker is dat, hè? Dus dik en zo. Oh, die ga ik er ook uitgooien. Ja, bijvoorbeeld bij het programma. Ja, er zal vast wel heel veel worden gezegd. Ja, ben je ermee bezig? Interesseert je dat? Ja en nee. Ja, als in... Dat heeft iedereen. Iedereen heeft die... drang om te weten wat anderen van je vinden, denk ik. Ja, absoluut. Dat heb ik wel. Maar nee, als in... Ja, who the fuck cares? Het doet me eigenlijk toch niet zoveel wat je nou van me vindt. Nee, ja. Precies. Heerlijk, schat. Ja, echt, hoe hè? Vond je dat nou bij mij in bed? Ik heb er bloedheet. Ik heb het ook bloedheet, maar we gaan lekker wel in bed liggen. Want... Nee, ik vond het echt super. Ja, hè? Ja. Het is ook heel gezellig. Echt tot nu toe het leukste interview wat ik heb gedaan. Het was het tweede interview? Nee. Nee, wat schat. Je hebt heel veel gedaan. Ik ben eigenlijk heel trots dat je bij mij in bed ligt. En het is echt een fantastisch wijf. Je bent nog leuker geworden ook. We moeten denk ik een keer een avond met shotjes gaan doen. Ja. Maar dan niet in Uden. Ik heb nog een leuke goodiebag voor je. Oh, Jezus. Hij is heel zwaar. Kijk, oh, heel wow. Leuk. Kijk. Met bedlogen kun je op me liggen. Oh, daar ga ik vanavond mee slapen. Ja. Ja. Helemaal dekbed overtrek. Vind je ook hier naar je. Allemaal lekkere dingetjes, lekkere drankjes die en hapjes. Oh, echt heel mooi. Ja, die is heel mooi. Ja, yeah, you're gonna wow. Love it. En het allemaal op jouw maat, dat gaan we allemaal maken. Wow, want je hebt natuurlijk king size king, alles. Hè? Daar hou je van. Maar, dat is vanmorgen, schat. We gaan lekker slapen. Oh, lekker. Vonden jullie het nou leuk met Nicky in bed? Ik kan me niet voorstellen dat ik het niet leuk vond. Ik vond het namelijk wel heel erg leuk. Dan moet je lekker even abonneren en liken. Even die vinger in de lucht en een comment. We gaan lekker slapen. Luister gaan! Doei! Ik heb bloed doorheen. En even je duim in de lucht. Plaats even een kam, wat gezellig. We gaan lekker in bed. Ik zou zeggen, dag schat. Oh, en vond je... Oh. Nee, shit. Ik vergeet die heel die lange tip. Wat was het nou? Ik heb echt een zweetkruis. Ik ook.